Oké, mevrouw, wie bent u? Ik ben Tineke Kroesbergen en educatief medewerker op de schooltuinen in Sjaarloos. Waarom bent u hier, Vereniging de Beukel? Omdat we vandaag inderdaad bomen gaan planten met twee basisscholen. En vandaar dat ik hier ook bij betrokken ben als educatief medewerker van de schooltuinen. En wat heeft de educatief medewerker van de schooltuinen gedaan met de basisscholen? Nou, afgelopen donderdag hebben de vier groepen die straks ook mee gaan doen aan het bomenplanten een les van mij gehad. En daar hebben we met name even gekeken naar de winterkenmerken van de bomen. We hebben gekeken welke bomen we gaan planten en hoe we dat gaan doen. En het einde van de les hebben we voor de boom die ze gaan planten elk kind een wens gemaakt voor de boom. En daarvoor hebben we een vlierhoutje uitgehold. Hoe heet dat? Een stukje van een vlier, een takje van een vlier. Heeft heel zacht merg aan de binnenkant. Die hebben we uitgehold en daar hebben de kinderen een papiertje in gestopt. En wat zou er nou op zo'n boodschap kunnen staan? Nou, dat is natuurlijk voor elk kind een geheim. Ik heb net even een vlierhoutje van een kind mogen laten zien. Ik weet ook echt niet wat erop staat. En ik heb ook beloofd dat het een geheim zal blijven. Want het is het geheim van de boom. Oké, dat gaat met de boom mee de grond in. Ja, straks gaan de kinderen het plantgat van de boom dichtgooien. En voordat ze hem dichtgooien, gooit elk kind zijn wens bij de wortel van de boom. En dan maar hopen dat ze uitkomen. Dat hopen we wel. De houtjes niet, maar de wens, hè? Ja. Ja. Nou, de wens dat het mooi weer is, is wel uitgekomen vandaag. Ik weet het, heerlijk inderdaad. En u heeft de kinderen, hebben jullie ook een soort les gegeven, hè? Omtrent die bomen. En wat heeft u ze kunnen leren? We hebben naar een kale tak van een boom gekeken. En aan een kale tak denkt iedereen, er is niks aan te zien. Maar er is ontzettend veel aan te zien. Allerlei knoppen en een tak heeft ook littekens en daar hebben we met name naar gekeken. En we hebben gekeken van welke tak, ik had takken bij me, van welke boom die takken nu kwamen. Want je kunt zelfs aan de knoppen een boom herkennen. En waar heeft u al die kennis op gedaan? Ik heb een tuinbouwopleiding en ik werk ook al best heel lang op de schooltuinen. Dus door ervaring leer je ook ontzettend veel. Goedemorgen, jongens en meisjes. Leuke dag? Ja. We hebben een excuusie. We zitten niet op school. Dat vinden we wel leuk, neem ik aan, hè? Ja. Nou goed. Het wordt nog leuker natuurlijk als we straks samen bomen gaan planten. En niet zomaar bomen. Maar wel bomen die eetbaar zijn. Vruchtenbomen. Appels, peren, noem maar op. De bedoeling is dat er meer... Ik ben Vivian en ik werk voor 01080, een bedrijf in Sjaarloos, loop ik stage en we hebben de boomfeestdag georganiseerd. En wie ben jij? Ik ben Linda en ik loop ook stage bij 01080. Ik ben Nise en ik loop ook stage bij 01080. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest, Vivian? Nou, toch al een redelijke poos, een paar maanden. Van tevoren zijn we al begonnen met de voorbereidingen, want mensen moeten uitgenodigd worden. Er moeten plekken in de agenda's voor zijn. De boomlinten moeten besteld worden en er moet overleg met de gemeente. Dus het is wel een aardige tijd. Oh. Ja. En iedereen had er ook trek in om mee te werken en zo? Ja, het is toch hartstikke leuk om met kinderen te kunnen samenwerken en gewoon een leuke dag met de kinderen te hebben. Heb je ook nog enig idee voordat we hier in de schaduw kunnen liggen van zo'n boom? Nou, dat zal toch al een jaar of 100 duren, denk ik. Ja, hè?